Hallo allemaal, we zijn weer terug op No Man's Land. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ben je hier voor het eerst? Hartelijk welkom. En kijk je vaker? Super welkom. En vind je dit nou leuk? Druk dan even die duim erop. En dat vind ik dan weer leuk. En je helpt het kanaal groeien. En wil je nou helemaal niks meer missen? Abonneer je dan op dit kanaal en vergeet niet dat belletje even aan te drukken. En dan krijg je elke keer een melding zodra er een nieuwe video online is. We hebben vandaag weer veel te doen. De vorige keer hebben we natuurlijk de rode slaaf verkocht. Vandaag gaan we deze groene slaven kopen. Nou, zoals je ziet, er zit ruim 21.000 liter sla in. Dat zijn heel wat pelletjes te verslepen. Verder gaan we even kalk strooien en mulchen, zodat we het land klaar hebben om in te zaaien. En we moeten de kassen ook weer water geven, want die hebben nodig... Ja, die hebben weer flink wat water nodig. Ze zijn bijna leeg. Nou ja, bijna leeg. Er zit nog 5000 liter in zo'n beetje, maar... Voor wat erin kan, zijn ze bijna leeg. Maar we gaan beginnen met kalk, dus we gaan snel aan de slag. Dat is alweer 8:30 en de tijd vliegt natuurlijk weer voorbij. Daar gaan we met onze mooie nieuwe kalkstrooier en natuurlijk het gelukje uit de aanbieding De Nieuw Holland. Echt super blij mee. Nou ja, we gaan kalk er weer op gooien en dan kan de mulcher straks achter ons aan. Misschien dat we zelf even een kop aan kunnen doen met de mulcher en dat we dan een helper gaan gebruiken. Want ja, nu we twee trekkers hebben, kunnen we mooi een helper aannemen en dat scheelt toch wel. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dan kunnen we wat sneller nog progressie maken. Ik zie ook dat de bomen weer die we geplant hebben een stukje zijn gegroeid. Ze zijn nog niet volgroeid, dus we laten ze nog mooi even doorgroeien. Oh, ik ben lekker aan het slingeren. Ah, dit gaat fantastisch. Als we hier nou kalk op hebben gestrooid, dan zetten we de mulch erin. Of nou ja, we rijden zelf even een rondje. De kophakers en dan zetten we de mulcher op de helper. En dan hebben we het straks mooi voorbewerkt, zodat we opnieuw kunnen gaan zaaien. En ik denk dat we dit jaar gewoon maar weer sojabonen erin gaan doen. Want ja, die hoeven we niet te bemesten, dus daar besparen we dan weer wat op. Maar ja, we moeten straks in augustus natuurlijk wel weer een deel van de lening af gaan betalen. Dan moet het er wel op de bank staan natuurlijk. Ik denk dat dat wel goed komt. Kalk vliegt er hier weer doorheen. Maar we redden het mooi met één tankje voor dit veld sowieso nog. Deze een beetje klaar. Nog even hier dat hoekje. Nou, deze alweer klaar. Zetten we hem even bij dat rechte veld en dan hoop ik dat die helper dat zelf kan. Dan gaan wij deze even, dit veld even mulchen, voor zover. Nou, ik denk dat het hier prima is. Ik hoop dat we nog genoeg kalk hebben, maar anders krijgen we straks vanzelf een melding. Hoppakee. Nou, we liften even mee tot de andere trekker. Scheelt weer lopen. Ik denk dat het wel goed moet komen. Oh, het gras krijgt ook gelijk weer kalk. Ik weet niet of dat echt nodig is, maar goed. Nou, dat veld hierachter, dat is al zover klaar.
Dit heb ik al klaargemaakt zoals je ziet. Oh nee, hier moet ook nog kalk op. Ja, deze had ik eerst gemulcht en toen dacht ik, ja, dat is niet handig. Ik kan er beter eerst kalk doen en dan mulchen, want dan zie je tenminste wat je gedaan hebt. En dat is wel zo prettig werken natuurlijk. Nou, uitklappen. Doen wij even een kophakker en dan zetten we de helper erop. Dan is die andere helper waarschijnlijk alweer klaar. En anders nemen we het wel weer over, maar die kalkstrooier is waarschijnlijk zo klaar. Kijk, nu op deze manier dan zien we tenminste wat we hebben gedaan. Anders is het heel moeilijk het verschil te zien. Ja, het onkruid verdwijnt, maar voor de rest zie je nauwelijks textureverschil. Hartstikke mooi. Zo, die omhoog. Gras hoeft er niet af. Hoop ik dat ons andere gras, of die grasvelden van ons, dat die een beetje vlot groeien. Want ja, de schapen hebben binnenkort weer eten nodig. Ook daar zat niet heel veel meer in. Zo. Dat is wel een mooie groene schutting zo. Het veld ligt mooi beschut, ons gerstveld. Oh. Rechts mag ook wel. Nou, volgens mij is de... Oh. Zijn we aan het doen? Nee, die hoeft niet. Soms willen ze het gewoon niet snappen, hè, die helpers. Nee, we gaan eerst naar dat andere veld zo. Oh, oh, oh. Nou ja, volgens mij kan ik beter eens bijvullen, maar... Eerst even het mulch afmaken, want dan kan die blijven doorgaan. Dan kunnen we hier de helper op zetten en dan gaan we zelf weer verder met de kalk. Want ja, we hebben nog veel te doen vandaag, want ja, die pellet sla, dat gaat ook wel een klusje zijn, denk ik. Ja, dat zijn... Ik dacht dat die pellets rode sla, daar zit volgens mij 1000 liter op een pellet. En die groene sla zit gewoon 400 liter op een pellet. Dus we hebben echt onmogelijk veel pellets waarschijnlijk. Nou ja, dat komt ook wel weer goed. Ja, prachtig. Wat een stuurkunst, hè. Echte stuurmanskunsten. Nou, hebben wij in ieder geval de kopakker zover klaar. En dan kan deze mooi op de helper. Dit moet goed zijn. Nou, succes! Ja, doe maar. Wel aan de kant. Nou, hopelijk doet deze beter zijn best dan die kalkstrooier, maar dat zal vast goed komen. Ja, en als het gras dan niet snel genoeg groeit, ja, misschien moeten we dan maar gewoon ervoor kiezen. Een stuk land te kopen, mits we genoeg geld hebben natuurlijk. Dat kunnen we wel doen.
verteld, had ik bijna in één keer kunnen doen, volgens mij. Oh, ik weet het denk ik al, de helper. Oh, eerder. Ja, zie je wel. Ik wist het. Werkbreedte wijzigen. 30 meter hadden we de vorige keer gezegd. Ik denk al, hij is wel ineens heel breed. Nee. Gaan we dit nog halen? Waarschijnlijk niet. Oké, dat gaan we niet halen. Nou, op naar de winkel. En dan gaan we weer eens even bijvullen. Ik heb nog wat zakjes kalk bij de winkel staan volgens mij. Dus dat moet helemaal goed komen. Empty that my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago, I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? 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 When everything's said and done. Laatste stukje van dit veld. Even mulchen, dan is dat weer klaar. Dan is dit veld helemaal klaar om ingezaaid te worden. Nou, het inzaaien van sojabonen, dat kan nog niet. Dus dat komt de volgende maand. Ik heb alle velden bekalkt, zoals je hebt kunnen zien. Dus dat is helemaal klaar. Dan kunnen we deze mulcher aan de gang houden. Ik kan alle veldjes mulchen die nog moeten. En dan kunnen we de volgende keer lekker gaan zaaien. Het mulchje laten we mooi. Ja, ver genoeg. Het mulchje laten we mooi door de helper doen. Wij doen wel even de koppakketjes, maar dan laten we het mulchje dus door de helper doen. Want dan kunnen wij beginnen met het kassenproject. Ik wil ook even een nieuwe watertank neerzetten. Gewoon die No Man's Land watertank. En even wat extra tanken misschien. Of extra tanken. 1 of 2. Bij die. Sowieso bij die paddenstoelenkast. Zodat er ook meer water in past. En we moeten
even mest aanvullen bij de andere twee kassen, zodat die ook weer vooruit kunnen. Nou, eerst dit maar even. Koppakketje en dan kan de helper hier ook weer aan de slag. Dan kunnen wij mooi door met de andere klussen, want ja, we hebben weer veel te doen vandaag. Nou ja, zondag komt een nieuwe serie, Koert Farms Let's Play. Ja, misschien dat er wel een klein stukje, hoe noem je dat, een klein stukje roleplay in zit. Maar het is in principe gewoon een let's play. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. Ik vind het een hele mooie map, ik ben er al eventjes overheen gelopen. Het is gewoon een prachtige sfeer op die map. Dus ik hoop dat jullie die ook leuk gaan vinden om te gaan kijken. Nou, die komt dus vrijdag online. Die ga ik hierna opnemen. Dus dan, daar heb ik ook zin in. Ja, ik had eerder nog geen tijd om die op te gaan nemen. Dus ik heb hem zover klaargemaakt dat ik kan gaan starten op die map. Maar ik heb er dus nog niet op gespeeld. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat met mijn ergernissen over die hekjes. En poortjes en heggetjes, weet ik allemaal wat. Dat daar allemaal wat krap is. Maar goed, dat gaan we meemaken. Dat komt vast ook wel weer goed. Ben jij hier aan de gang? En dan gaan wij eens even bij de kassen kijken. Kijk, ik wil dit waterpunt dus weg gaan halen. Ik zal eerst even de trekker pakken en die trailer wegrijden. En dan gaan we daar zo'n ander waterpunt neerzetten. Eerst moet dus die trailer maar even aan de kant, want die staat nu vreselijk in de weg. Het gewicht mag wel blijven zitten hoor. Het gaat om de achterkant. Even kijken. Netjes. En dus zo'n extra watertank. Ik denk dat dat ook geen overbodige luxe is. Dat we dan niet meer elke maand dat water voorbij te gaan vullen. Ja, en dan misschien op een gegeven moment ook een grotere watertank is ook wel handig. Maar goed, eerst maar eens even hiermee stoeien. Die kan weg. En dan willen wij... container is het volgens mij. Bij deze watertank weer terug. Nou, die kan hier hartstikke mooi staan, denk ik. Gras is hier ook gelijk weg. Nou, klein beetje aankleden. We hebben inmiddels wat geld, dus we kunnen het hier een klein beetje gaan aankleden. Kijk, mooie steentjes ervoor. Ik zal het later nog wel eens een klein beetje mooier aankleden, maar zo is het eerst wat. Prachtig, toch? En dat hier ook, ja, dat kost allemaal weer geld. We doen het eerst zo en dan nog zo'n watertank. Silo aanbouwen, die bedoel ik. Kijk, er komt er 5000 liter bij. Mogen in principe flink in de buurt staan, zie ik. Dus als we ze nou... op 5000 liter bij, als we dan 3 doen. Zo. Nou dan. Kunnen we denk ik heel wat water erin kwijt. We gaan even kijken. Ondertussen moeten we een beetje die multje in de gaten houden, zodat we die ook aan het werk kunnen... Of ja, zodat hij ook aan het werk kan blijven. Nou zou het mooi zijn dat het precies op dezelfde manier kan. Hè? Ik denk het niet. Ik denk dat hij er nu te ver af staat. Dan doen we deze open. Nou ben ik benieuwd. Ah, het werkt wel.
Kunnen we eens even kijken hoeveel water we nu straks erin kwijt kunnen. Oh, je krijgt ook gelijk al water erbij. Dat is wel handig dat die tank al vol zit. Dat is verrekte handig. Dus voor, als je zo'n tankje plaatst, dan zit daar dus gelijk al 5000 liter water bij in. Om mee te starten. Dat is wel prettig. Kijk, als we kunnen mooi... Nou, ik denk zo'n 35.000 liter water kan er waarschijnlijk in. Dat is perfect. Ik denk dat we dan wel een maand kunnen overbruggen. Ah, hij zit vol. Mooi. Nou, dan wachten we even tot deze vol is. En dan gooien we die andere kas ook vol. Pakken we even de trailer en dan halen we even een karmest op of twee karmest. En dan zijn die andere kassen ook weer voorzien. En dan gaan we eens even stoeien met die pallets. Dat wordt ook nog een leuke uitdaging, denk ik. Nou kijk, dit waterpunt staat hier ook wel mooi bij, hè. Vind ik wel... Ja, past er mooi bij. En het is gratis water, dat is ook wel weer fijn. Het scheelt toch weer in de kosten. Dus ja, we moeten er toch een klein beetje zuinig aan doen. We hebben op zich drastische bezuinigingen doorgevoerd, maar daardoor kunnen we nu wel stappen maken, dus dat is perfect. Hier gaat ook wel flink water in, denk ik. Ja, dit is nog wel een paar ritjes. Nou, moet ik eerst de kraan weer open. Dat is dan wel een nadeel van dit ding, maar... Dat mag de pret niet drukken. Het duurt wel wat langer voordat hij vol is, heb ik het idee, maar... Ach, het is gratis water. Dus daar mogen we dan niet over zeuren, hè? Vind ik niet. Nou, we kunnen het hier... Misschien dat ik even... Buiten de opname zal het hier eens even gaan aankleden. Met een paadje of zo. Of jullie zeggen, ik heb dat liever in de opnames, dan wil ik dat ook wel doen. Maar ik ben soms een hele zinnige zeikert wat dat betreft. Dan moet het 6 keer overnieuw, dus... Maar ik wil het beste ook in de opnames doen. Maar dan kunnen we het beste denk ik een timelapse van gaan maken. Want ja, wat ik zeg, ik ben daar best wel zeikerig over. Dan is het me niet goed genoeg en dan moet het weer opnieuw. Dus ja. Maar ik vind het wel leuk werk. Dat vind ik altijd wel. Ik heb ook wel eens gedacht... Hé joh, het water is op. Ik heb ook wel eens gedacht om van die video's te gaan maken. Met, nou, om zo'n boerderijtje te bouwen. Maar ja. Zoveel tijd heb ik dan ook weer niet. Ja, dan blijft dat daar weer bij. Zo, die is ook weer vol. Volgende, nou ja, volgende. Nog steeds naar dezelfde kas. Zou die toch bijna vol moeten zitten, hoop ik. Oh, ik weet niet of hij al vol komt hiermee, maar... Zijn hier wel even zoet mee. Maar goed, dan kunnen ze ook weer even vooruit. Deze kassen gaan minder snel leeg dan die No Man's Land kas. Dat scheelt wel. Die gaat misschien nu ook wel wat langer. Misschien gaat hij zelfs 2 maanden mee als we een beetje geluk hebben. Maar dat denk ik niet. Dus we gaan vrij snel leeg. Is die werker nog bezig of is die klaar? Het lijkt erop dat die werker klaar is. Nou, mag jij even blijven
vullen, loop ik even naar die andere trekker om die aan de slag te zetten. Aan de slag te zetten, aan de gang te zetten. Aan het werk te zetten, laten we het daarop houden. Nou, is dit veld ook klaar. Mag hij dit veld wel doen? Ik denk hier dat hij geen kopakkers nodig heeft, dus zetten we deze hier even op. Ja, perfect. Nou, ik zou zeggen, succes maar weer, jongen. Maak er wat moois van. Nou, dan zal die andere... Zal de watertank wel weer vol zitten, dus we gaan weer vrolijk verder met de kassen. Oh ja, dat was ik natuurlijk weer vergeten. Die kraan gaat dicht. Helaas. Nou ja, hoeft niet zoveel meer bij in. Dit kan genoeg zijn voor die kas. Laten we het hopen. Maar wel. Op deze manier gaan we niet eens meer aan de sla toekomen, denk ik. Maar goed. Anders verkopen we de sla de volgende maand. Nou ja, dan is het nog meer. Kijk, als ik hierop kijk, dan is de sla op het hoogste punt 35.000 waard van wat we nu hebben. We kunnen nu 31.000 eraan verdienen. Maar februari was de beste maand volgens dit lijstje. Maar als ik dan hier kijk... Sla, sla, sla. En dan kijk hier. Dan is de beste tijd april. Ja, misschien moeten we gewoon nog een maand wachten. Dan nemen we de gok. Hé, hey, kijk aan. Deze kas is vol. En misschien moeten we ook nog eens wat van die bomen planten. We zouden dat ook hier nog in dit hoekje kunnen doen. Het hoekje is nog van ons. Ja, hier waar we nu op kijken, daar kan nog in de toekomst een mooie schapenhok voor wolschapen. En dan wil ik die kant op, zeg maar, de boerderij gaan uitbreiden met wat schuren, et cetera. Nou, vul hem maar weer. Dat was een klein beetje water. Nou, dit wordt denk ik het laatste tankje. Dit is ook al tankje 3 of 4. Dus dan moet hij toch bijna weer vol zitten, zou je zeggen. Ja, voor mij ging er iets van 5000 liter in die tank, dus dat moet goed gaan. Zullen we zo nog even mest halen? Nou, dit gaat ook mooi. Bijna vol. En dan... Oh, 7300 liter. Nou, dat... Dan komt die wel vol. Dan halen we dan nog even mest op. Even kijken of die helper zo nog goed bezig is. Hier nou... Wat ook zo'n verdom hoekje om hier nou bomen in te drukken, hè? Ik denk dat we straks gewoon... Oh, hij is vol. Ik denk dat we straks gewoon... Als we een stukje land uitbreiden, dat we daar een klein stukje productiebos moeten gaan neerzetten. Zodat we daar dan elke keer bomen kunnen neerzetten en kappen. Want ja, dat levert toch altijd wel een klein beetje geld op. Of nou ja, best wel geld op. Ja, hier. Die eraf. En dan pakken we even de trailer. Of laten we eerst even kijken... Hij is zo goed als klaar. Dat veld is ook klaar, dus eigenlijk hoeft alleen dat achterste veld, maar die kunnen we dan straks zelf ook nog wel even doen. Dat is altijd weer goedkoper dan een helper. Als we dan toch de sla de volgende keer gaan verkopen, dan kunnen we nu wel even dat laatste veld zelf nog even mulchen. Nou, eerst even wat mest halen voor die kassen. En dan kunnen die weer mooi vooruit. Ah, kijk, daar is klaar.
mulchen we straks zelf dat laatste veld nog even. En dan kunnen we de volgende keer lekker gaan zaaien. Oh ja, en wil je weten waar hier de collectibles liggen? Die liggen daar allemaal, die puntjes op het dak. Die puntjes daar op het dak, dat zijn alle collectibles als je ze zoekt. Nou, wij gaan die in deze serie sowieso niet pakken. Nee, ik hoef geen tarwe. Mest, ja. Maar mocht je zelf deze map spelen en je hebt een geldverbrek, op het dak liggen ze allemaal. Ja, die Alien Jim die heeft veel moeite gedaan om ze te verstoppen. Ja, of hij vindt het een beetje onnodig om die collectibles te verstoppen. Ik denk dat dat het is. Zo, gooi ze daar wanneer. Klaar. Doe ermee wat je wil. Nou, een bakje stront. Kijken hoeveel erin kan. Er ligt op zich nog wel wat, maar... iets scherper ervoor kunnen draaien, maar goed, zo komen we er ook wel. Deel er netjes in. Perfect. Nou, eens even kijken, hoe ver komt hij? Nou, oh, er gaat toch nog wel wat in. Zou zelfs nog een bak in kunnen, maar laten we gewoon een bak in elk doen. We kunnen ze in ieder geval even weer vooruit. Zo snel gaat die mest er niet doorheen. Het is dan ook wel leuk om eens een beetje een officiële toegangsweg zo naar de boerderij te maken. In plaats van zo kras door de map in een rechte lijn. We verdienen nou wel een beetje geld, dus we kunnen langzamer aan een beetje gaan aankleden. Gaan we iets moois van de map maken. Komt u maar. De geur van stront in de middag. Nou, en dat kost geen drol, hè? Die stront. Dat kost geen drol. Volle kar voor 1000 euro. Wat wil je nog meer? Ik zou bijna denken dat er een luchtje aan zat. Nou, die andere kas. En dan kunnen die even vooruit. En dan pakken wij de trekker met de mulcher. En dan maken wij dat mulcher even af. Misschien is het handiger om hem er in de silo te rijden, in plaats van tegen de muur aan. Nou, zit daar ook weer wat in. Hoeveel zit erin? Nou, bijna vol. Ik vind het mooi zo. Zetten we deze even netjes terug. Nou, dan zijn we al aardig door onze klusjes voor vandaag weer heen. Niet tegen de schuur. Nee, heel goed. Is die schuur ook mooi opgeruimd, hè? Zonder al dat huurspul. Nou, we moeten trouwens nog wel binnenkort weer een grasmaaiertje aanschaffen. Dat hoeft dan weer niet te groter te zijn. Nou, pakken wij de Hurlyman
met de mulcher. Dan mulcher wij eens even dat laatste veld eraf. Kijk, keurig. Deze was al klaar. Kijk maar. Dan doen we dit even mooi met een timelapse, dacht ik. Emptied out my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? Laatste stukje alweer en dan alle velden die gemulst moeten worden zijn weer klaar. Dan kunnen we de volgende keer lekker gaan zaaien. Alles voorbewerkt. Stukje kassen verbouwd. Kassen helemaal weer voorzien van water en mest. Nou, dat gaat helemaal goed komen denk ik. Dan wil ik je voor nu hartelijk bedanken voor het kijken aan deze video. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Vond je dit een leuke video? Druk dan even die duim erop. Dat zou ik erg waarderen. En wil je helemaal niks meer missen? Abonneer je dan op dit kanaal. En vergeet niet dat belletje aan te klikken. Nou, wil ik je nogmaals bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je graag de volgende keer weer terug. Tot ziens!